Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Een weekje geleden weer, maar ik moet zeggen, ik heb er zin in. En ik vind het ook hartstikke leuk. Ik heb zin om weer even wat FIFA te spelen. De warmte is een beetje gezakt. Dat klinkt raar, de temperatuur is een beetje gezakt. De warmte is een klein beetje verdwenen. Ik ben er terug van 3 dagen Trieste. Echt een tip. Heel leuk plekje, Noord-Italië. Weinig toerisme, lekker eten, lekker drinken. Mooi stadje, was top. En het heugelijke feit heeft mij bereikt dat er zowaar, eind juli, want daar zitten we, een, voor Champions bonus, leuk, dat is op zich lachen, met Premier League spelers en Eredivisie spelers. Premier League, daar kom ik op terug. Dat wordt echt insane komend seizoen. Geloof niks van al die geruchten trouwens. We gaan gewoon komend seizoen bij Viaplay de Premier League uitzenden. Als dat toch niet zo blijkt te zijn straks, sta ik enorm voor lul. Maar nee, dat gaat allemaal goed. Maar de Premier League wordt echt fantastisch komend seizoen. Zoveel Nederlanders ook weer naar de Premier League getrokken. Oud-Eredivisie spelers, nu Onana weer. Timber natuurlijk laatst. Verbrugge naar Brighton. Van de Beek heeft gescoord bij United in een oefenwedstrijd. Danjuma gaat voor Everton spelen. Het blijft maar gaan. Het is echt niet te geloven. Waar ik vandaag trouwens achter kwam, was dat Jelle ten Rauwelaar, de keeperstrainer, is bij Burnley. Ik voel me nu een beetje aangevallen. Dat wordt ook echt kult. Het wordt gewoon een heel mooi seizoen. Goed, los hiervan was ik vooral heel blij met dit. In niveau omhoog draft. Het staat er weer heel raar, maar level up, dat zijn die nieuwe kaarten. Althans, dat waren nieuwe kaarten. Vanavond komt Futties. Ik heb me laten vertellen dat Futties best wel een populaire promo is elk jaar. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan er gewoon nog even voor. We gaan gewoon nog even kijken hoe en wat. Ik heb Donjan Malen gekocht. Dus na die draft ga ik gewoon Weekend League spelen. Dit was eigenlijk het team dat ik vorige week had gemaakt. Ik ging 1-1 en toen was het toch niet meer helemaal gelukt om nog veel Weekend League te spelen voordat ik naar Italië ging. Nou ja, Malen komt er ergens bij. En die kun je dan dus upgraden naar een 93 rated kaart. Donjan Malen, 4-4. Dat weet ik eigenlijk niet, of dan die skill moves ook nog naar 5 kunnen. Maar goed, deze heb ik gekocht. Waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe goed de drafts eigenlijk zijn op het moment dat we nu eind juli zitten. Kijk, laten we daar eens mee beginnen. En laat me ook even weten hoeveel zin jullie hebben in die nieuwe game. Want het ziet er op zich allemaal wel goed uit. Van wat ik voorbij zie komen, misschien dat EA eindelijk verlost is van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, dat we nu een geweldige game gaan krijgen. Het zou toch wel leuk zijn, want laten we eerlijk zijn, 5 jaar terug zo'n beetje was FIFA gewoon echt leuk, nieuw, vet. Veel mensen die ik persoonlijk ken speelden toen ook nog echt zelf en nu hoor je toch steeds vaker van Hoe dan ook, laat weten of jullie er een beetje zin in hebben en waar je dan precies zin in hebt. Ik zit dus wel sowieso te denken aan een serietje met Nederlanders in de Premier League. Ik dwaal af, we gaan naar een draftje. Hoe goed zijn drafts op dit moment? Dit schijnt een goede formatie te zijn. Had ik Manu al genoemd? Ik denk het niet, want dat was voordat hij die finale speelde. Echt fantastisch. Manu Bacciori kun je kennen als je de e-sports scene in Nederland een tijdje goed volgt. Dit is trouwens ook ziek. Dit is echt een van de best bekeken video's van mijn kanaal. Die rewards met Manu. Toen was hij nog 15, volgens mij 14 zelfs. In elk geval, die Manu is fucking wereldkampioen FIFA geworden. Ik ben een paar keer nummer 1 van de wereld geweest op die online rankings. Ik heb een keer de halve finale van een WK gehaald. Maar hij is nu officieel wereldkampioen van het enige echte WK georganiseerd door EA. En het is hem echt onwijs gegund. Het is echt een topgozer. Het zieke is dat hij met I-Oranje, dus met ons Nederlands team, ook al de finale van het WK haalde. Toen gaven ze het met z'n drieën op ongelofelijke wijze weg. En individueel is hij nu gewoon de allerbeste FIFA-speler van de wereld. Het is echt een gestoorde prestatie. 3 ton heeft hij erbij, $300.000. Volg de man eventjes. Ik denk dat hij komend seizoen nog wel wat meer gameplay gaat opnemen en meer content gaat maken. Maar die shout-out naar hem, die kon ik uiteraard niet achterwege laten. Goed, Llorente. Ja, dat is top, hè. Dat is top. Kijk, dat wil je. Kalulu, level up. Guardiol zou ook voor 100 miljoen naar City gaan nu. Al die clubs zijn echt bezig, jongen. Die Mickey van der Ven trouwens, die schijnt ook naar de Premier League te gaan. Per Schuurs wordt nog in verband gebracht met Liverpool. Er gaan nog wel wat leuke dingen gebeuren. Ik ga hier even voor Guardiol. Ook leuk, Xavi Simons met Openda bij Leipzig. Ook echt heel benieuwd naar. Wat heeft hij eigenlijk? 4-4. Oeh, dat was ook een fijne kaart. Alexis. Maar ja, dat past net niet. Goed, je moet 3 drops winnen. Dan heb je 12 potjes gewonnen. Dan hebben we heel veel leuke rewards. Dit komt helemaal goed. Nou, allemaal leuk en aardig dat draften. Maar dat gaat natuurlijk gelijk fout. Dus de tweede ronde. 5-6. Helemaal crisis. Is het zat? Maakt niet uit. De eerste draft weten we niet in winst om te zetten. En dan is het hier gewoon weer regelrechte crisis. 2-0 achter. En staan onze mannen voorin op. We hebben echt een leuk team. Dat kon je net aan het begin heel even zien. Met R9-96, Benzema, Gullit. Een heel sterk middenveld. Bellingham en Martial volgens mij. Echt een heel leuk team. Maar het is gewoon lastig. 5-4 achter, 5-5. Strafschoppen. Goh man, echt. Nee, geen strafschoppen. Oh, die komen er ook helemaal niet. Nee. 7-6, 7-7. En dan winnen we hem hier. Via Nuno Mendes als invaller. 8-7. En dan komen we in de finale van deze tweede draft die we begonnen zijn. Het was gewoon 1 strafschop van Benzema in de verlenging. Kan allemaal.
In de finale is het een stuk makkelijker dan in de halve finale. Dat heb je soms. Een beetje een lelijke goal. R9 met het doelpunt uiteindelijk. Ik vind het leuke challenges. Ik hoop dat dat volgend jaar in EAFC 24 veel terug gaat komen. Ik heb er eigenlijk ook sowieso wel zin in. Maar ik hoop en denk dat er echt leuke video's te maken gaan zijn met de nieuwe game. En ik hoop ook op een nieuw soort competitief Weekend League-achtig element. Dit is onze volgende draft. Echt een heel leuk team. Ik ga ze allemaal even laten zien, die potten. Want dit is gewoon genieten. Eto'o en Ronaldo voorin. Met daarachter Xavi Simons. Hier met die blonde haardos. Die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Nummer 1, PSV, ja! Ja, best wel een redelijke lookalike van zijn echte face. We komen dan achter. Een beetje ouderwets vernaaid. Maar Goretzka, dat is ook een man hoor. Dat is echt gewoon een goede speler. Neymar trouwens ook nog op 10, ja, dat is waar. Simons op het middenveld met Goretzka en Renato Sanchez. Neymar op 10. Team of the Season nominee was dat? Nee, hoe heet dat? Honorable Moment. En dan Ronaldo en deze Sami Eto'o. Die in de laatste minuut van deze wedstrijd de 5-4 aantekent. En zo winnen we ook deze draft. Dit was trouwens alleen de finale, excuus. Ik dacht dat ik alles ging laten zien, maar toch niet. Het was in elk geval een heel goede draft. En hier zag je Mudryk. Die heeft zijn eerste goal te pakken voor Chelsea. Mag ook wel, tuurlijk. Hartstikke leuk. Maar ik ben ook heel benieuwd naar Chelsea komend seizoen. Die Mudryk heb ik zien spelen toen op Old Trafford bij United. En ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel gewoon een heel leuk spelletje. Alleen, je kijkt naar hem met die 100 miljoen in je achterhoofd. En dan zijn de verwachtingen eigenlijk al heel snel gewoon te hoog. Kan die jongen ook niet zo heel veel aan doen. Het is ook het is een mannetje. Hij loopt alleen maar in de Gucci en de Louis Vuitton volgens mij. Mag hij helemaal zelf weten. Maar dan kijk je vaak toch al met gigantische verwachtingen naar zo'n jonge jongen. Maar ik ben benieuwd. Die Mudryk kan wel eens wat worden. Echt een leuke dribbelaar. Echt flitsende acties. En hier is hij voor ons heel belangrijk. En geeft hem hier pan klaar aan Fernando Torres. En dus is ook deze draftfinale binnen. En zie je hier dat al deze prachtige boxjes afgevinkt zijn. Dit is een player pick. En daar krijgen we ook gewoon een prima 90 rated Manuel Neuer. Maar het gaat nu natuurlijk om al die pakketten die we klaar hebben staan. Mede dankzij deze leuke draft challenge. Ja, dat is veel. Dat is fors. 52 pakketten. De hoogtepunten gaan nu voorbij komen. Kijk eens jongens, een walkout. Ja, jullie weten niet hoe lang ik hier nu al sta. Kijk, 15 pakketten verder zijn we. We zijn wel met leuke pakketten bezig nu. Dit zijn allemaal van die 84 plus, 85 plus dingetjes. Zo, wat is dit dan? Zijn er nog leuke SBC's eigenlijk? Dit komt toch allemaal wel goed van pas, in dat geval. Ja jongens, ik ben met een groep vrienden met een quiz bezig. Het is wel echt lachen. De quizvraag is, althans, hij moet aan 3 criteria voldoen, beter gezegd. We zijn op zoek naar 4 namen. En die 4 namen speelden allemaal als 16-jarige ooit in de Eredivisie. Speelden het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Dus 22-23 waren ze actief in de Eredivisie. Ooit als 16-jarige in de Eredivisie gespeeld. En nu, op dit moment, zijn ze ouder dan 20. 4 spelers. Als je niet gespoild wil worden, skip dit eventjes. Maar we hebben er 3 van de 4 nu. Namelijk Sivkovic, Fernan Anita en, die had ik net, Bilal Ulcic. Maar we missen er nog eentje. Labiat. Oh. Ja, ik heb ze. Nou, ik zei al, als je niet gespoild wil worden. Maar oké, dat zijn ze. Leuk, ja, dit zijn leuke quizvraagjes. Als jullie nog zo'n leuke vraag hebben, laat even weten. Dan kan ik hem ook in die vriendengroep knallen. Uit het niets kun je dit packen op dit moment. Calvin Phillips, toch weer 87. En een, dat is goed. Uit een 3x85 plus. Nou ja, dat is helemaal niet heel goed. Oké. Hey, dit is wel leuk. Oh, grappig. Ja, er zitten allemaal gekke kaarten in, joh. Chiellini, Giorgio. Waarom kun je nu Winter Wildcards packen? Ik wil futties. Ik wil gewoon goede kaarten. Team of the Season, anders hoeft het niet. Wat is dit dan allemaal, joh? Pato zeker. Ja, moet je ermee. Nog één. Weer Chiellini. Fuck. Weer één. Wat is dit? Chong. Ook Premier League volgend seizoen, hè? Luton Town. Hey, dit is leuk. 5x84 plus. Komt deze uit de draft challenge? Ik weet het niet zeker, eigenlijk. Zo. Ruben Diaz. Ja, die heb ik net ook gepakt. Oh, zo. Nou, prima. In elk pakket zit gewoon gegarandeerd een Winter Wildcard. Wat is dit? Waarom Winter Wildcards? Wat moet je ermee? Wat is dit ook alweer? Fut Centurions. Oké. Nou, wel leuk. Gewoon in elk pakket een special card. Zo. Champions League Road to the Knockouts. Foden, dit is een goede kaart. Leuk zeg. Oké. Quagliarella. Hey, weer een nieuwe. Wat hebben we hier? Moreno, of niet? Ja. Gerard Moreno. Dan hebben we hier. Ja, dit is diezelfde als net. Oh nee, Marco. Nog 12 pakketten. Kijk, 5x85 plus. Deze komt volgens mij uit de draft. Conference League. Aaron Wan-Bissaka. Zo hé, wat een pakketten man. De heer Chiellini. Als er leuke SBC's zijn, dan kan ik ze allemaal voltooien nu. Dat weet ik wel. 7x84 plus komt volgens mij ook uit de draft challenge. Jacob. Oké.
Ja, jongens, weg ermee. Weg ermee. Weer 7 keer 84. Dat is best leuk zo, hè? Ultimate Team in de laatste week van juli. Kijk eens even. Gewoon 89 rated kaarten, alsof het helemaal niks kost. Hoppatee. Oké, tot slot, jongens. Twee 50k pakketten nog. Volgens mij uit de Draft Rewards. En ook hier weer een Centurion. Het is Rebic. Rebic. En de allerlaatste van deze gigantisch lange reeks aan pakketten bevat... helemaal niks. Wat we dan dus nog hebben is 430k. Ik wil eigenlijk gewoon nog wat futties en dingen in mijn ploeg. Ik heb dus die St. Just gekocht. Dit is het team op dit moment. Dit past gewoon allemaal prima. We hebben allemaal leuke spelers. Wat moeten we gaan doen? Ik ga die playoffs en Weekend League gewoon spelen. We hebben handige Harry nog hier op de tribune. Pedri. Wat een kaarten allemaal. Maar moet je kijken. Oh, die heb ik ook nog. Ja, Walker. Martinez. Zal ik anders gewoon eens even een lekker Premier League ploegje bouwen of zo? Is het leuk om nog zo'n Road to Glory in één week te doen met playoffs en Weekend League? Gewoon echt volledig. Lijkt mij wel leuk. Jongens, thanks voor het kijken. Morgen zijn we er dus waarschijnlijk weer, of overmorgen. En er komt een ander soort video aan, waar ik ook echt zin in heb, met Tommetje Visser. Dus zin in. Abonneer je, ook in de zomer. Mag allemaal. Graag tot snel. Thanks voor het kijken.